Hi, welkom. Leuk dat jullie weer kijken. Het heeft even geduurd, deze tweede video, maar I'm back. En zoals jullie zien, hele andere setting dan de eerste keer. En ik val maar meteen met de deur in huis. In deze video ga ik geen kledingreview doen van een winkel. Nee, deze video staat helemaal in het teken van Kitty Kottie. En ik merk in mijn omgeving, als ik Kitty Kottie noem, dat sommige mensen reageren van Kitty Kottie? Wat is dat? Nou, Kitty Kottie is een hele belangrijke feestdag in Suriname, op de Antillen en wordt ook in Nederland groots gevierd. Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid, maar ik heb Surinaamse roots waar ik super trots op ben. Dus daar wil ik jullie vandaag in meenemen. En dat ga ik niet alleen doen. Ik heb namelijk twee hele bijzondere personen uit mijn leven uitgenodigd. Dus kom er maar bij, dames. Nou, zoals jullie zien staan we nu met z'n drieën. Dit is mijn moeder Astrid en dit is mijn zus Stella. Mam, wat betekent Kitty Kottie? Kitty Kottie betekent gebroken ketenen. En dat wil zeggen afschaffing van de slavernij. En dat gebeurde op 1 juli 1863 in Suriname. Ja, en wat betekent het voor jou zelf? Vrijheid betekent dat voor mij. Ja, eigen keuzes maken. En voor jou, zus? Voor mij betekent vrijheid kunnen genieten van al het moois wat het leven te bieden heeft. Oké, nou mooi. En ik geniet ook van al het moois dat het leven te bieden heeft. Namelijk deze twee prachtvrouwen. Ja, en normaal vieren we Kitty Kottie op een hele andere manier. Dan gaan we gekleed in Surinaamse kledij de straat op. Dansen we in de Piggy Speakery optocht. Maar door corona kan dat dit jaar helaas niet doorgaan. Dus vieren Kitty Kottie vandaag met jullie. Op deze manier, door jullie verschillende Surinaamse kledingstijlen te laten zien. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus geniet ervan. Ja, tijd voor de eerste outfit. Suriname. Traditionele Surinaamse kledij en we hebben alle drie een kotto aan. Toch, ma? Ja. Nou, zoals je kunt zien, Roxana draagt een rood-witte moderne kotto. Het is een moderne kotto omdat er een extra pand op zit en met een witte jachi en een halve veda. Stella, mijn andere dochter, draagt een brokkenberen kotto. Draai je soms Stella dat ze je goed kunnen zien. Met een Otobaka hoofddoek. Dit is een ouderwetse hoofddoek van vroeger, wat ze vroeger vaak droegen. Ik zelf draag een perskotto. En het is een Buddhisme Aisak kotto, zoals je kunt zien. En ik heb ook een veda hoofddoek op met verschillende punten. Hiep, 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 hiep. En zoals jullie zien hebben we allebei een hele mooie hoofddoeken op, ook wel Anissa's genoemd. Maar elke Anissa heeft een betekenis en daar gaat mama nu meer over vertellen. En daar wil ik iets kort over zeggen. Dit is de Miss de Neef Anissa. Het is een hele deftige hoofddoek. De vooraanstaande dames droegen dit met een nette japon. Ik heb een fraseerder voor jullie. Die ziet er zo uit. Ouderwetse hoofddoek van vroeger. Dat heet een klooteren. Dat droegen echt mijn oma's en mijn moeder en mijn oud-tantes. Die droegen dat vroeger. Ik heb de Ster van Jericho voor jullie gebonden. Die ziet er zo uit. Een hele aparte hoofddoek. En die kom je over het algemeen niet gauw tegen. Hier heb ik de Wacht me op de hoek hoofddoek. Hiermee konden ze vroeger afspraken maken, geheime afspraken. En afhankelijk van welke kant
mijn punt op stond. Wist je waar je moest wachten? Als laatste heb ik voor jullie een moderne Ottobakka. En zoals je kunt zien heeft dat een verschillende lagen. De ouderwetse Ottobakka, dat is deze met die chloroteren. En dit is de moderne Ottobakka. Oké, we zijn aangekomen bij de volgende outfit. En voordat ik hierover ga vertellen, een beetje context, zoals jullie is. In Suriname heb je net zoals in Nederland verschillende bevolkingsgroepen. Zo heb je de Creolen, zoals ikzelf. Maar je hebt ook Javanen, Hindustanen. En zij zijn als contractarbeider begin 1900 uit India en Indonesië, Java, naar Suriname gekomen. En ik heb nu de kledingstijl aan van de Javanen. En deze kledingstijl wordt vooral gedragen met feestelijke gelegenheden. De rok heet een sarong en dit heet een kabai. En ik vind hem zelf heel mooi. Vooral de kleuren en hoe het goed met elkaar matcht. Dus ja. Maar ik ga ook nog even die Hindustaanse outfit laten zien. Zo, en dan zijn we aangekomen bij de volgende kledingstijl. Dit is de Hindustaanse kledingstijl. Ook wel het sari genoemd. Wordt vooral gedragen met feestelijke gelegenheden. Ik zal even de achterkant laten zien. En ik vind hem zelf heel mooi, heel sierlijk vooral. Dus ja, ik hou ervan. Nou, welkom terug, Ma. Ja, dankje. Wat hebben we aan? We hebben kimono-jurken aan. Ik heb een paarse en een bont shoulderjurk. En jij hebt een roze jurk aan. En dit is een één stuk japon en wat ook wordt gedragen bij feesten en partijen. En als muzikaal intermezzo zouden wij nu graag een liedje ter gehore willen brengen. Ter ere aan alle vrouwen. Kriyawe, yawe. Mojuma. Na dit muzikale intermezzo gaan we door met de Mamyo rok. En de Mamyo rok is een rok die uit verschillende stoffen bestaat. Ik loop even wat dichter naar de camera. Kijk, dus zoals je kan zien zijn het heel veel verschillende stoffen en patronen. En die zijn heel zorgvuldig geknipt en eigenlijk opnieuw aan elkaar gemaakt. Tot een nieuwe mooie rok. Heel kleurrijk, ik hou ervan. Dus next. Ik heb een inheemse outfit aan. De oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn de inheemse, of ook wel Indianen. En zoals je ziet heb ik een outfit aan met heel veel franjes en de Surinaamse vlag. Je hebt hem op allerlei verschillende manieren, soorten en maten, met rood-wit, blauw-wit, met veren op je hoofd. En ik hou ervan. Nou, en dan zijn we weer aangekomen bij de laatste outfit van vandaag. En wat hebben we aan? Afrikaans! Ja, we hebben een Afrikaanse klederdracht aan. De Afrikaanse invloeden nog steeds zichtbaar in zowel Suriname als Nederland. Zeker. En ik moet zeggen dat ik het er heel mooi uit vind zien. Oh, wow, zeker. Nou, dit was hem alweer. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie ervan hebben genoten van alle kledingstijlen die Suriname te bieden heeft. Wat vonden jullie ervan? Hartstikke leuk! Oké, nou bedankt voor het kijken allemaal en wij gaan lekker verder Kitty Kotti vieren. Joehoe! En tot de volgende keer! Tot ziens! Mama, I'm proud of this.